een noedelsoepje met ei. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Stammel van der Werf, mijn man heet Roderick Stammel van der Werf. Het is vandaag alweer zondag, 2 augustus. En het is dus 10 voor 1, en zoals je dus op de klok kan zien. De hondjes die staan al hier, dus die willen eruit. Dus die ga ik uitlaten. En ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, ik ga lekker even noedeltjes maken. Lekker eitje koken, noedeltjes maken. En ik heb nog steeds pijn in mijn rug. Joehoe. Ik loop ook lekker moeilijk. Ja, kijk maar. Ik weet niet of jullie het kunnen zien aan mij. Maar maakt allemaal niet uit. Maar ik ga lekker even eitjes koken en lekker noedeltjes maken. Dus lekker. Zo, een noedelsoepje met ei. Ik heb hier nog 2 ei, maar die doe ik even lekker daar. Ik heb hier drinken, dat kan in principe weer hervuld worden. En dit ga ik eten en ik ben lekker met mijn vlog bezig met editen. Ja, alleen hoe ik het nog wil hebben, weet ik niet. Want het zijn 2 beelden en als ik die ga doen, dan wordt het helemaal een drama. Dus even kijken hoe ik dat ga doen. Yep. Zo, nou ik zie er niet uit. Ik heb gewoon mijn huispakje aan. Gewoon lekker makkelijk. Zoek het lekker uit. Maakt niet uit. Nee hoor, dat maakt ook allemaal lekker niet uit. Nou, Rodi zien jullie dan ook weer eens even. Gezellig. Ja, hoi. Maar Rodi moet opletten op de weg. En dat doe ik ook hoor, sowieso. Maar lekker een beetje ook om me heen aan het kijken. En ik laat jullie even zien. Gezellig. Ja, ik kan ook achter ons aan gaan rijden. Als je er snel dichtbij komt, dan is het zo een beetje een Ferrari achter ons. Kom maar dichterbij, kom maar. Adem maar naar huis. Het staat op de voorplecht. Tesla. Wauw! Zo'n kleine Tesla heb ik nog nooit gezien. Tesla is best. Nou wat? Dat was dus een Tesla!
Alles is gewoon nog potten en potten en pot dicht. Hè? Potje dicht. En toen waren we alweer in Leidschendam. De man of the Netherlands heb je aan deze kant. Mocht je willen parkeren buiten in de open lucht, kan je dus hierin. Kan je hier dus op 1 en de 2 en de 3 etage parkeren. Het is allemaal gratis. Helemaal waar. Yep. Wil je boven de Jumbo parkeren? Dat kan ook. En boven de Mediamarkt om even helemaal. Dat is P4. Dit is P5 volgens ons. We gaan het eventjes laten zien. Dit is de Noordsingel trouwens. En waar we dus nu naartoe gaan, dat is de burgemeester Banninglaan uit mijn hoofd. Maar we hebben nog geen groen. Dat is oranje, het doorrijlicht. En dit is een verkeerslicht. Nee, dat is niet een stoplicht, dit is het doorrijlicht. Dan inderdaad, burgemeester Banninglaan. Nee. Dan hebben we hier dus het DACA. We hebben hier de Jumbo en daar de Mediamarkt. En je hebt dus hier een hele mooie parkeergarage. En dan kun je dus ook boven staan, wat dus nu helemaal gesloten is. Hey. Onder andere, dit is inderdaad P4. Kun je ook nog lekker staan. Dan hebben we nog een andere parkeerplaats en dat is bij de McDonald's. Waar we dus nu ook even naartoe gaan, want we gaan een lekkere. En dat vertel ik zo, wat we gaan halen. Uitsluitend parkeren voor bezoekers McDonald's. Hé, je mag hier? Jawel, ja, ja, je mag wel. Je mag wel hierin. Want anders, hoe moet je dan? Hier moet je omrijden. Ja, moet je. Dan moet jij er heel snel uit. Want ik weet niet tot hoe laat die open is. Blijf ik wel even zitten. Is je nog open? Nee. Dat meen je. Ja. Het is mooi worden al. Oké, we hebben wat lekkers gehaald. Ja. 3 voor Rauw en 3 voor mij. Ja, 2 euro er vanaf. Hey, handig. Het is een hele mooie maan. Die maan daar heb ik dus nu net gefotografeerd. Dus die zal ik ook als plaatjes er mooi even bij gaan doen. Want hij is heel mooi. Heel gaaf. Nou, ik zou zeggen, geniet van de foto's die er nu aankomen. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van de maan en van de foto's van de maan. En dan ga ik bij deze de vlog lekker afsluiten. Vond je deze vlog dan leuk? Ik zou zeggen, abonneer, doe het belletje aan. Vergeet dan zeker niet duimpje omhoog te gooien. En laat zeker een leuke reactie achter. Want dat vind ik gewoon leuk. Lekker, ik wezen met jullie. Wat wil ik nog meer? Heerlijk. Nou, dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En een lekker kus van mij. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Dankjewel. Doei!